Oké, okay, nou jongens. Proost. Jongens, proost. Gefeliciteerd op de eerste prijs. Thanks. Vertel even wie je bent. En eerst gewoon eventjes wie jullie zijn. En daarna gaan we praten wat jullie gemaakt hebben. Oké, ik ben Daan Leijers. Ik ben een tweedejaars industrial design student aan de TU Eindhoven nu. Gaan we deze, dat is goed hoor, maar gaan we deze een klein beetje zo inzetten? Ja, ik ook horen, dat ja nee, derdejaars trouwens al. Derdejaars industrial design student aan de TU Eindhoven. En ik heb in mijn vrije tijd heb ik mezelf aangeleerd om websites te maken. En dat is een beetje ver doorgetrokken in mijn baantje nu. In mijn eigen bedrijfje en een hobby als inderdaad grafisch en interface ontwerp. Oh, studie doe je erbij, begrijp ik. Ja. Beetje. Nou, ik heb eventjes industrial design gedaan. En in mijn vrije tijd doe ik ook veel hobbyën, programmeren. En dan bij voorkeur met hem samen. En muziek maken. En muziek maken, bij voorkeur met hem samen. En ik werk ook wel eens met programmeren. Oké. Okay. En je was? Je hebt, heb je naam gezegd? Nee, dat heb ik misschien niet gezegd. Nee. Ik ben Bart. Oké, okay, Bart. En jij? Stijn Zoontjes. En ik, ja, we studeren bijna allemaal hetzelfde, behalve Bart. Ik zit nu mijn master van industrial design. En ja, ik doe een beetje samen met Daan, deel een beetje het ontwerpen van een beetje het grafische gedeelte. Het gevoel dat iets er lekker uitziet, lekker werkt. Lekker flat. Wel, ja, dat gewoon. Dat je dat alles een beetje Apple, word je dan ook gelijk fan van. Ja. Dat is hij. Dit is de Oké, jij bent? Goed, Pim Knops. Ik ben aan het afstuderen op de bachelor op dit moment van industrial design. Ik ben net als Bart meer van de programmeerkant. Maar ja, ik vind het geweldig om met goede grafische mensen te werken en een heel vet concept neer te zetten. En ik denk dat dat redelijk is gelukt. Je hebt er gewonnen, ja, dus, precies, ja. Absoluut. Je hebt 2500 euro, ja, ongelooflijk, gewonnen. Ja. Hoe heet wat jullie gemaakt hebben en wat doet het? Nou, het heet Welcome Home. Wat het eigenlijk doet is, we hebben over nagedacht van, we hebben een aantal API's en wat kunnen we daar nou mee? En waar we vrij snel op uitkwamen is dat als je thuis komt na een reis op Schiphol, dat je dan eigenlijk een aantal dingen mist. Je koelkast is vaak leeg, je hebt je verse producten opgegeten voordat je op reis ging. Dus thuiskomen is vaak eigenlijk helemaal niet leuk na vakantie, want ja, je hebt niks en je mist mensen. Het is een beetje een dood moment of zo. Ja. En onpersoonlijk. En onpersoonlijk inderdaad. Op Schiphol aankomen is vrij onpersoonlijk. Het hele proces van het vliegtuig uit, je bagage wachten. Er dan staat weer niemand met er staat weer niemand met een bordje. Dan moet je door je schiphol doen. Banen. Alleen je precies moeder. Je hebt de trein terug. Ja, nou ja, en toen dachten we van, kunnen we daar niet iets mee doen? Dus toen zijn we nagaan denken. En uiteindelijk het concept waar we mee gekomen zijn is dat iemand anders voor jou eigenlijk een soort pakket kan samenstellen met daarin producten van Albert Heijn en bol.com. Dus dat kan eten zijn, maar het kan ook een cd zijn. Verschillende producten bij elkaar in een doos. Die doos wordt meegeleverd met de bagageband en komt dus naast je koffer als het ware uit. Dus je bent eigenlijk, als ik dat voor Stijn zou doen, dan ben ik de eerste die Stijn eigenlijk weer welkom na zijn vakantie. En het is voor hem een verrassing tot het moment dat hij uit het vliegtuig stapt. En daarmee maken we eigenlijk de ervaring van thuiskomen een heel stuk leuker, persoonlijker. En je bent van het probleem af dat je geen niks te eten hebt. Want dat kan allemaal in die doos. Ja. Dus dat is kort wat het doet. Ja, want het probleem is natuurlijk met thuiskomen is eigenlijk meestal, je wil eigenlijk helemaal niet thuiskomen, want je vakantie was lekker, je moet weer naar je gewone werk of je gewone studie of precies, wat dan ook is. Ja. En hiermee wordt het ineens leuk. Want jullie hadden het prachtig. Ja. En je zag het inderdaad voor, ik weet niet meer of het roos de Vries was, maar in ieder geval een roos hadden jullie een ding van gemaakt. Hey, toen jullie, je kwam hier gisterenochtend aan om 8 uur of 8:30 of 9 uur, je ging om 10 uur van start. Hadden jullie onderweg in de auto al dit idee bedacht? Hoe ging dat? Niet dit idee. Nee, we hadden onderweg. Ik had de week van tevoren had ik een heel klein beetje nagedacht. Maar in de auto verteld. Het idee van, zeg maar, voor je op vakantie gaat, dat je dan een soort van checklist zou hebben. Wat je mee moet nemen, dat maakt iedereen op papier. En dat dan koppelen aan Albert Heijn of bol.com, dat je het op zou halen. Dus is dat met de groep eigenlijk een beetje gezegd dat het nog beter kon. Ja, we misten de wow-factor in de auto eigenlijk. We hadden zoiets van, ja, dit kan, maar het sprankelt niet. Toen probeerden we in de auto heel hard van, ja, we moeten ideeën genereren, want we moesten uit Eindhoven komen, we zaten best lang in de auto. Maar we dwaalden de hele tijd weer af, want we hadden het weer over het weer of over iets anders. Dus toen kwamen we hier, toen was er eigenlijk nog steeds niks. En toen zijn we hier maar een beetje begonnen, lijstjes gemaakt van, oké, welke APIs hebben, welke functionaliteiten bieden die. En toen
ja, langzaam rolde dit eruit. Het is niet dat we nu kunnen aanwijzen. Gek aan het lopen, ja. Volgens mij is het op een gegeven moment opgekomen dat we zeiden, als je iemand thuis komt, maar gewoon dan gaat het echt over thuis, dan is het niks vervelend dat iemand een lege koelkast heeft. Ja. En dan moet je nog voor eten zorgen. En dat we het ook wel eens over hebben gehad. Gewoon als iemand is waarom je geeft, dan geef je die gewoon wat melk en brood. Dan is dat ook gewoon een leuk cadeau om te geven. En toen hadden we studenten met je ouders. Ja. En toen hebben we het vertaald, nou, kunnen we dat niet naar het moment al op Schiphol brengen? Dat moment. Toen zagen we eigenlijk de API van Transavia die iets met bagage deed. Toen riepen we op een gegeven moment van, hey, kunnen we niet dit aan elkaar koppelen? En toen rolde uit. Dat is het echt in één keer dat iemand roept, waarom gooien we het niet gewoon op de bagageband? En dan heeft iedereen ineens iets van, doen we. Ja, bevestiging. Even bij Schiphol gevraagd van, is dat mogelijk? En ja, als de doos maar sterk genoeg is, dan kan het. Waarom niet, zei hij. Want die liep hier ook rond, de mensen. Ja, dat was heel fijn. Ja, dat was echt heel goed geregeld. Ja, we hebben om 11:30 nog met de Bol API meneer gebeld van, we hebben dit en dit probleem, of kan het niet wat sneller? Hij was al thuis. Want ik sprak namelijk iemand en toen lag hij wel te slapen al kennelijk. Dat had te veel request op de API, er komt er nergens meer bij of zo. Dat hebben we gelukkig weten te voorkomen. We hebben niemand uit je bed gebeld, hoop ik. Maar ik denk dat wij, toen wij gisteren begonnen, vonden we het allerbelangrijkste dat er werd als eerste gezegd, we hebben 7 API's waren in totaal of zo. Ja, zoiets. En toen hebben wij gezegd, wij vinden het niet heel belangrijk om ze alle 7 te gebruiken. Maar laten we gewoon een combinatie vinden die juist iets nieuws gaat brengen. Ja. Want ik heb inderdaad ook anderen gesproken die zeiden, dat vinden we eigenlijk zo'n stom ding. Weet je, het doel moet niet zijn om zoveel mogelijk... Nee, precies. Dan krijg je featureism. Dan ga je dingen toevoegen die helemaal niet nuttig zijn. Heb ik toch best wel zien langskomen bij de top 10. Ja, wij ook. Daar waren we ook ons een beetje over aan het ergeren. Dan mag je dat niet hard op zeggen natuurlijk. Maar... Nee. En als je dat doet, doe je het voor een camera. Dan doen we het nu in deze setting en zo. Nee, maar dan wordt het inderdaad gewoon het samenvoegen om het samenvoegen. Dat is helemaal niet het doel. Je wil iets moois maken. Je wil voor de gebruiker uiteindelijk zijn ervaring of zijn reis of zijn ding beter maken. En als je dat met 2 API's kan, is het prima. Hey, maar jullie hebben zeggen allemaal, van de een niet meer en de ander allemaal industrial design. Ja. Nog niet zo lang geleden zou ik niet verwachten dat de afdeling industrial design zich op een hackathon zou melden. Is die wereld eigenlijk, is zeg maar ook in jullie wereld het helemaal online en offline door elkaar aan het lopen? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat voornamelijk wat wij in ieder geval in Eindhoven doen is echt experience design. Dus het gaat niet om het ontwerpen van een mooie stoel of tafel, maar je ontwerpt een ervaring als het ware. Ja. En dat zijn bij dit soort dingen precies waar je eigenlijk iets mee kan. Dat is heel erg gaaf. Ja, we krijgen een denkwijze aangeleerd inderdaad, waarin je in systemen gaat denken en dat die goed werken en een goede ervaring geven voor de gebruiker. En dat, ik denk dat dat ook wel nuttig is in dit soort dingen. Dat je prima toe te passen. Ja, dat je dus inderdaad na gaat denken over ieder klein aspect. En dat het tot in detail uitgewerkt moet zijn. Ja. En ik denk ook dat bij ons in het team is het ook, niet iedereen is alleen maar designer. Het is iemand die programmeert bij ons. Die doet ook nadenken over... Ja, precies. Waarom ben ik dit in hemelsnaam programmeren? Het is niet programmeren om het programmeren. Nee, dat is dat. Want we zeker worden... niet bij Bart. ik zit de hele tijd te denken, waarom ben ik dit in hemelsnaam aan het doen? Ja. En dan zag je die check en dan vond hij het leuk. Ja, daarom. Die nummer 1. Hey, en heb je voor een mooie Air France KLM vliegtuig op je arm? Dat is een leuk verhaal. Wij waren aan het wandelen door het gebouw en we zochten de mensen van Schiphol. KLM. Ja. Of die waren er niet, maar er was nog een stapeltje liggen met wat wij dachten, er waren stickers. Dus we hadden het stapeltje meegenomen. Maar dat bleken dus tattoos. Dus toen zijn we tattoos op gaan plakken. Oké. Okay. Hey, doe je dit vaker, hackathons? Nee. Ik heb er ooit eentje voor Philips gedaan, 1,5 jaar geleden. In de Galaxy Far, Far Away. Ja. Wat zorgde ervoor dat je... Wat trok jullie in deze aan? Ja, de grootsheid eigenlijk. Tenminste, dat is... Nee, de API's. Ja, dat bedoel ik. Dat, het dus, dat je zeg maar niet alleen met Philips werkt, maar met een API van Albert Heijn, met een API van Bol, met een API van Schiphol. Dat is heel gaaf. Dat je toegang hebt tot die enorme set met data. En dat je daar iets leuks mee kan. Want uiteindelijk ga je er toch naartoe dat het in die combinatie moet gaan liggen. Ja. Dat jij, en ook in de grote data hoeveelheid natuurlijk. Ja. En dat is het interessante. En als je dan die namen op een rijtje zet, dan is het toch een leuk clubje waar we de afgelopen 2 dagen mee hebben gewerkt.
En al. Ja. Ja. Nou ja, dat was wel heel grappig, vind ik. Dat de afgelopen twee dagen werden het wel echt bedrijven van. Die spreek ik gewoon ja, even dat aan. Wel van, ja, maar het feit dat je iemand van bol.com nog om 12 uur of om 11:30 kan bellen. Zo van: hé, we komen er niet uit. Ja, dat is wel zaterdagavond. Ja, precies. Ja. Wat hier heel erg leuk was. En dat we zitten werken en daar komt Aad van de Albert Heijn weer aangelopen. Ja, precies. Ja. Hey, Aad. Lukt het, jongens? Ja, dan komt hij in vraag hoe het ging. Ja, en dat is. Dat kan je thuis ook nooit hebben, want dan ben je een van de velen en stuur je een mailtje of dan weet ik van wat je moet doen. Ja. Maar, nee, dus zo'n sfeer is hier ook heel leuk. Ja, het is ook niet echt competitief met de teams onderling. Iedereen komt eens kijken. Nee, iedereen komt kijken wat ben je aan het doen en je praat is. En dat, ja, dat is heel leuk. Nee, wij hebben wel echt de grootste lulverhalen opgehangen tegen iedereen wat we aan het doen waren. Want je wou ze niet wijzer maken, bedoel je, of wat? Nou, dat ook. We kunnen ook wel goed. Ja, hij vooral kan goed improviseren. Ja, maar jullie krachten was natuurlijk absoluut. Jullie kunnen het mooi presenteren. Want die combinatie van dingen is uiteindelijk. Je zou kunnen zeggen: de techniek is belangrijk. Maar als je moet een gecombineerd team hebben hier. Ja. Als je in die 2 minuten het verhaal moet vertellen. Moet het er ook gewoon goed uitzien. Ja. Je kan niet zeggen dat gaat er later wel ooit een keer. Nee, precies. Want je hebt teams gezien die gewoon 100 keer beter kunnen programmeren dan ons. Ja, maar, zeker. Maar, zeker voor zoiets. Ik denk uiteindelijk is de techniek altijd ondergeschikt. Je, en die zie je niet. Die zie je niet. Dat is het. De magie is, er ligt ineens een doos op die band. Ja, ja maar de code kan goed zijn, de code kan kut zijn. Als het werkt, dan werkt het. En het ontwerp zie je. Ja, dat weet ik niet. Maar je ziet het niet. Maar wat hadden jullie... lieten jullie een werkend ding zien? Of lieten jullie een filmpje zien? Voor, nee, het was een werkend. Dat is natuurlijk ook nog. Weinig slapen en het werkt. Kijk, natuurlijk de koppeling met Schiphol op de band is er natuurlijk nog niet. Want dat hele systeem bestaat niet. Maar dat... Ja, we mochten dromen. We mochten dromen van Schiphol. Ja. En nou ja, daar gaan we nu met ze mee praten. Van hoe kunnen we dit in hun bestaande conveyorbelt bagagesysteem. Ja, hopen jullie dat echt wat jullie die volgende stap gaan zetten? Nou ja, we zijn uitgenodigd donderdag om te komen praten bij Schiphol. Donderdag al meteen. Ja, ja, meteen. Ja, ze kwamen meteen naar ons toe. Dus ja, ik hoorde net zo schijn al 5 jaar met zoiets bezig te zijn. En nu hadden ze zelf ook allemaal het licht gezien. Bijna dus... 24 uur. Dus nee, dat, ja, ik denk wel dat we er op de een of andere manier mee verder willen. Tuurlijk. Ja. Ja, super. Zeker kijken waar het leidt. Ja, nou hartstikke goed. Hey, bedankt. Veel succes en laat het weten als het tot iets moois leidt. En ga je de volgende keer, is het het hackathon concept? Wel leuk. Ja, we hebben elkaar wel helemaal gek gemaakt de afgelopen 4 uur. Want dan zit je s'nachts om 3 uur en dan denk je, oh, het moet nou nog wel mooi worden. Ja. Ja. Nou, zit je alleen om 3 uur was het al wel mooi, maar moet je werken. Maar je maakt elkaar helemaal gek in 24 uur. Ja, want om 8 uur gisteravond hebben wij gezegd, het moet helemaal opnieuw qua hoe het eruit ziet. Want het is nu gewoon lelijk. Ja. En om 9 uur zeiden we, oh, dan krijgen we om 12 uur wel af. En toen zaten we om 4:30 ochtends nog bezig. En ja, maar dat is ook, ik denk als je een team hebt wat werkt, uiteindelijk... kun je wel iets goeds neerzetten. Ja. En dan word je soms helemaal gek van elkaar. Dan ga je het liefst valt even... Mee. Nee, we doen het nog wel een keer. Jullie hebben wel geslapen. Ja, 3 uur, 4 uur. Ik heb 2 uur geslapen. Ik 2,5. Ja. Ik 4. Ik was gewoon weggelopen. Hij is op een gegeven moment jongens gaan slapen. Ik heb een zitzak gepakt, oordopjes in. Als je me nodig hebt, maak me wakker. Ja, maar jouw onderdeel is wel klaar. Dus in dat opzicht was dat oké. Okay. Hartstikke goed. Hey, gefeliciteerd nogmaals. Laat nog eventjes bewijs zien dat jullie de Sheikh echt gewonnen hebben. Ja, dat is wel een beetje raar dit. Ja, inderdaad. Bizar. Ook voor mij ook. 2500 euro. Ja, en daarnaast nog een check van 100 euro per persoon van My Order. Ja, die is ook leuk, hè? Ja, 2900 euro. Ja, okay, echt leuk. Fantastisch. En ik hoop op een gegeven moment van jullie een pakketje op de, het zou op de belt te zien. Ja. Ja. Okay. En anders moet ik wel weten wanneer je vliegt. Maar... Komt goed. Okay. En anders volgend jaar dezelfde tijd, dezelfde tafel. Zelfs is goed. Spreek wel. Dankjewel. Tot ziens. Thanks.